Er moeten nog wat likjes verf overheen, maar hier op de Smalle Haven is gestart met de bouw van een wensmuur. Het is een project van Geluksroute 040. Tijdens de Geluksroute mag iedereen met krijt op de muur schrijven zijn of haar wens voor het leven. Het idee komt van Candy Cheng, een Amerikaanse. In 2011 verloor zijn dierbare en er was een stuk van. En ze keek uit op een bouwval en dat verpauperde en dat verpauperde en daar werd ze nog verdrietig van. En toen herinnerde ze zich dat ze kunstenaar is en dat ze de wereld mooier wil maken. Dus toen heeft ze de eigenaar gevraagd, mag ik hier plaat omheen zetten, mag ik hier een project mee doen? En dat mocht. En dat is uit de hand gelopen dat zoveel mensen trok en zoveel media aandacht en zoveel social media aandacht. Ze is over de wereld gegaan. Intussen zijn er op allerlei plekken in de wereld van dit soort muren. Wij hopen dat mensen ook daarover nadenken van ja, wat is nu eigenlijk mijn wens en mijn verlangen en dat ook delen met anderen, waardoor er ook gewoon weer hele mooie gesprekken ontstaan en mensen geïnspireerd raken door wat ze zien van anderen. In Eindhoven kunnen de wensen vanaf 11 juni op de muur worden achtergelaten, maar ook daarna blijft de muur nog wel een tijdje staan. Wat is de boodschap die jij zelf op de muur zou willen zetten en misschien wel gaat zetten? Ik zou het zelf ook nog heel mooi vinden om wat mooie reizen te kunnen maken over de wereld. En zo andere mensen en andere culturen te ontmoeten. Blijf genieten van al het heerlijks wat er op dit moment in mijn leven is. En van de mooie dingen. En die heel vaak in hele kleine dingen zitten.